Mijn verhaal gaat dus over diabetes en hoe diabetes in relatie kan staan tot parodontitis. In Nederland is er strikte diabeteszorg met een goed protocol. En ja, hoe krijgen we daar dan parodontitis nog in? In 2013 is het opgenomen, in ieder geval de controle op mondgezondheid is opgenomen in de NAG-standaard voor type 2 diabeteszorg. En als we dan eens kijken hoe het opgenomen wordt, dan zien we het volgende. Verder inspecteert de huisarts de mond, waarbij gelet wordt op tekenen van parodontitis. En verder staat natuurlijk ook, en er wordt geadviseerd, 2 maal per jaar een bezoek aan de tandarts en het mondhygiënist te brengen. Als we gewoon al eens even naar de genetische factoren kijken, weten we tegenwoordig dat genen die geassocieerd zijn met chronische ziektebeelden, ook in 2009 sterk geassocieerd bleken te zijn met het ontstaan van parodontitis. Dus eenzelfde onderliggende genetische factor. En als we naar de lifestyle-factoren kijken, roken, voeding, overwicht, stress, ik denk dat al duidelijk genoeg is dat dat ook factoren zijn waarom mensen chronische ziekten ontwikkelen, zoals diabetes of hart- en vaatziekten. Gaan we verder, we hebben het over bacteriën gehad, de link met parodontitis is duidelijk, maar we weten ook dat voor hart- en vaatziekten en soms ook in gevallen voor diabetes, dat dat een etiologische factor kan zijn. En er is nog wel een factor, en sommige artsen noemen dat ook wel een ziekte, het ouder worden van ons. Als we naar diabetes kijken, dan weten we dat het voornamelijk een ouderdomsziekte is. Kijken we naar parodontitis, zien we nagenoeg dezelfde trend, alleen parodontitis komt veel vaker voor. Komt parodontitis gewoon in de associaties nu vaker voor bij diabetes? Als we even naar parodontitis kijken, het komt dus echt vaker voor bij diabetes. 20% tot 30%. Heeft van de diabetes heeft gemiddeld gezien een ernstige vorm van parodontitis. Ik denk ook dat we kunnen zeggen, parodontitis moet aangemerkt worden als een complicatie, en dat is voor mij eigenlijk ook het belangrijkste, moet aangemerkt worden als een complicatie van diabetes. Ik denk dat dat de belangrijkste studies op dit moment zijn, dat parentale behandeling, het wegnemen dus van de ontsteking uit de mond, zorgt voor een verbeterde systemische ontsteking en een verbeterde metabole regulatie. Als dat zo is, dan zou dat mogelijk ertoe kunnen leiden dat we moeten concluderen dat inderdaad parentale ontsteking bijdraagt aan een slechtere metabole regulatie. Ik kom tot mijn conclusie. Allereerst denk ik dat we moeten zeggen dat er voldoende bewijs is dat er in ieder geval een connectie is tussen deze twee ziekten. Maar ik denk dat we meer kunnen zeggen en de link voornamelijk tussen deze twee ziektebeelden is de systemische ontsteking. En in de eerste plaats, en dat vind ik eigenlijk ook bijna het belangrijkste van heel mijn presentatie, dat deze lijn heel duidelijk is. Dat we kunnen stellen dat diabetes ook als complicatie heeft parodontitis. Want we hebben gezien dat als de diabetes slecht gereguleerd is, dat het ook slecht met de parodontitis gaat. Is de diabetes slecht gereguleerd en we kijken naar ons behandeleffect, is die ook slecht? En we hebben ook gezien op het moment dat u als diabetesbehandelaar er toch in slaagt om de diabetes goed gereguleerd te krijgen, dat wij ook minder in de mond hoeven te doen. Dus dat is al een heel interessant gegeven. We hebben gezien dat parentale behandeling leidt tot de verlaging van de systemische ontsteking. En we hebben ook gezien dat dat weer resulteert in een betere regulatie. Gemiddeld genomen, want we moeten andere factoren als obesitas en roken zeker niet gaan uitsluiten. Ik denk, als we patiënten met zulke complexe ziekten willen gaan behandelen, dat we niet op één facet moeten richten. En in de diabeteszorg is dat, voor alle microvasculaire complicaties, de bekende dan al, ontzettend goed georganiseerd. Behalve de mondgezondheid. En ik denk ook dat wij dan ook wel met z'n allen aan tafel moeten schuiven om de patiënt zo optimaal mogelijk te behandelen.